We zijn vanaf december 2017 geopend, dus nu 3/4 jaar. We hebben 1 menu, dus een verrassingsmenu waar je uit het aantal gangen kan kiezen. En daarin varieer ik onregelmatig van gerechten. Ik had altijd wel de ambitie om zelf een restaurant te openen. En dan ga je een beetje oriënteren. Op een gegeven moment had ik het idee dat Rotterdam daar een mooie locatie voor zou zijn. Je kan hier wel lekker zonder die hele formele sfeer gewoon een hele lekkere avond hebben. Maar het is wel kwalitatief gewoon hoog niveau. De zaken gaan goed. De weekenden zitten vol. Door de week trekt ook goed aan. Goed draaien en blije mensen de deur uit. Dat is het doel. Ja, onze ambities zijn om hiernaast zeker ook nog meer zaken te openen. En nog succesvoller te worden dan dat we nu eigenlijk al zijn. Een heel groot gedeelte wat natuurlijk heel nieuw is, is kwartaalcijfers. En hoe je daar je voordeel in kan halen. Waar je op moet letten. En we hebben best wel veel contact met onze adviseurs. We willen maandelijks wel een beetje, zeker omdat we een startende onderneming zijn, toch wel de cijfers goed in de gaten houden. En je kan altijd natuurlijk, als je ergens mee zit, kan je raadplegen. We verwachten van de belastingadviseur dat zij met hun kennis ons zo goed mogelijk begeleiden. Waar wij dan weer heel veel profijt aan hebben. Wat voor mij gewoon fijn is, is dat ik mijn ding kan doen in de keuken. En zo heeft iedereen zijn specialiteit. Vind jouw adviseur op rbvoorondernemers.nl. De RB. Daar begint elk fiscaal antwoord mee.